Kijk mensen, ik ben inmiddels 40. En dan ga je toch over dingen nadenken. Je haren worden grijs, je overweegt een elektrische fiets. Je bent inmiddels dubbel zo oud als sommige van je werknemers. En als je een camper in moet ruilen, dan overweeg je voor het eerst in je leven om die ook eens een keer zelf te koop te zetten. Je woont in Nederland. Dat is hier, op de aarde. En helemaal hier boven in de piramide van Maslow. En als je lekker helemaal boven in die piramide zit, en het is een wereldwijde pandemie, dan wil je als Nederlander natuurlijk nog maar één ding. Op vakantie. Maar op vakantie gaan laat zich in 2021 nog het beste vergelijken met een obstacle run. It's currently illegal to go on holiday. Eerst heb je de boekingenstress. En dekt onze annuleringsverzekering en annulering wel in deze pandemie? Die dekken doorgaans pandemieën helemaal niet. Dan komt de kleurkaartenstress. De kleurkaartenstress moet uiteindelijk plaatsmaken voor de teststress. Test ons eerst thuis, preventief, dan naar de instanties voor testen voor toegang. Om ons vervolgens nog op de luchthaven van het aankomstland te laten testen door de Guardia Pestlocale. Die eerste twee in eigen land, die zijn niet zo erg. Maar als je op die laatste positief gaat, dan heb je wel een uitdaging. Gevangen op de buitenlandse luchthaven mag je er niet meer in, maar je mag ook niet meer terug. De Nederlander die met zijn gezin in deze situatie terechtkomt, die wil nog maar één ding. 4 stappen naar beneden, Maslow's piramide. Veiligheid. Veilig in je eigen kokon. Met je natje, je droogje, gebreide onderbroeken en je dak boven je hoofd. En dan ben je weer oké. Kon je die hele kokon maar meenemen op vakantie. Maar ja, misschien verzinnen ze daar ooit nog eens wat op.